En als alles goed gaat, zal Suriname een malariavrij jaar tegemoet zien in 2023. Zei minister Hamar Ramadien van Volksgezondheid vandaag tijdens de herziening van het Nationaal Malaria Eliminatieplan van het malariaprogramma. De bewindsman merkt op dat de recente ontwikkelingen met betrekking tot het bestrijden van malaria als een enorme mijlpaal gezien kunnen worden binnen de gezondheidszorg. En dit is minder dan 25 jaar geleden was Suriname nog het land met een relatief hoog aantal malariagevallen in Zuid-Amerika. En aangegeven de meeste gevallen waren plasmodium falciparum cases, waardoor mensen en vooral kinderen ernstig ziek werden, opgenomen moesten worden en ook kwamen te overlijden. Maar dit succes is dus niet zomaar bereikt. Dat haal je niet zomaar. En het is dus een resultaat van een combinatie van factoren. En een van de factoren is zeker de toegewijde technische leiding en coördinatie van de Nationale Malaria Board, waarin experts implementeerden zoals de medische zending, het BOG, het malariaprogramma, maar ook academici en de PAHO-vertegenwoordigers waren samengebracht. Dit orgaan van het ministerie van Volksgezondheid was verantwoordelijk voor het uitzetten en overzien van de nationale strategie. En tegenwoordig is deze board nu de Malaria Eliminatie Taskforce. Ramadien merkt verder op dat de steun van nationale en internationale partners enorm cruciaal is geweest in het traject naar het vechten voor een malariavrije status. We moeten niet vergeten dat de Wereldgezondheidsorganisatie en de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie altijd hebben voorzien in de nodige fondsen en technische begeleiding. En door het voortdurend binnenkomen van malaria-cases uit de regio in Suriname, is Suriname verplicht haar malaria-preventie en bestrijdingsprogramma op een hoog niveau te handhaven, wat uiteraard een zeer kostbare zaak is. Wij willen ons dan ook inzetten als ministerie op het bereiken van regionale malaria-eliminatie. De interesse is er bij de buurlanden, bij de partners en bij de donoren om dit te bewerkstelligen. Er bestaat namelijk een zeer goede samenwerking met Frans-Guyana en Brazilië. We zullen ook de banden met buurland-Guyana aantrekken om dit te kunnen bereiken. Eerder dit jaar heb ik nog dokter Eersel en dokter Vrede ontvangen. En we hebben een samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid in Guyana in september getekend. Een MOU op het gebied van de volksgezondheid. En we hebben dus ook hun bijdrage, met name de malaria aanpak, ook opgenomen in deze MOU. De gezondheidsminister zegt dat wat nu speelt is dat Guyana jaarlijks zeker meer dan 20.000 malariagevallen rapporteert. De spin-over kan ook in Suriname worden waargenomen. Deze ontwikkelingen zijn besproken in bilaterale en informele gesprekken met de leiding van Guyana. De Surinaamse deskundigen zullen ook beschikbaar worden gesteld om het buurland te assisteren om zo te komen tot beheersing van malaria in de Guyana's.